Oké, ik heb hier dus biologische magere kwark met houdbaarheidsdatum 20 februari 2022. Met andere woorden, ruim een jaar over datum. Dat heb ik heel bewust gedaan. Ik was gewoon benieuwd. Nou, eigenlijk bewust. Bij het begin stond hij al langer. Toen was hij net over datum. Toen dacht ik van, oh ja, laat maar. Maar toen dacht ik van, nee, niet laat maar. Ik ga hem nog even bewaren. En op een gegeven moment dacht ik, ik ga hem gewoon een jaar bewaren en kijken wat er dan uitkomt. Nou, dat gaan we nu doen. Dus dit is het bakje van de buitenkant. En van binnen, dat gaan we nu ontdekken. Oké, het ziet er wat geler uit dan normaal. Ik ben het dus nu aan het roeren, zoals ik altijd wel doe eigenlijk als ik het open. Even zien of ik het aandurf om zelfs een hapje te nemen. Nou, ik heb het even flink omgeroerd. Ik heb ook even geroken. Ik moet zeggen, het ruikt eigenlijk niet anders dan anders. Dus niet vies of wat dan ook. Ik ga eens even op onderzoek uit. Nou, ik heb een minuscuul beetje geproefd. En het smaakt echt niets anders dan normaal. Als het nu eventjes blijft staan, dat het proces in één keer heel snel gaat of zo. Ik weet niet hoe dat werkt. Maar het smaakt gewoon eigenlijk prima. Ik ga het niet opeten. Gewoon omdat ik het idee heb van ja, oké, het is toch meer dan een jaar over datum. Dus ik vind het een beetje een raar idee. En wie weet, iets wat ik er niet aan afproef, maar dat het misschien toch ongezond is, om welke reden dan ook. Maar dat kan ook een stukje brainwash zijn. THT brainwash misschien. Want er wordt natuurlijk enorm veel weggegooid zonder dat het ook maar enigszins nodig is. Ik wil in ieder geval laten zien dat na een jaar over datum, een dik jaar over datum, ziet het er nog vrijwel hetzelfde uit. Ruikt het prima en is het qua smaak ook eigenlijk precies hetzelfde. Dus ik vind het wel opvallend in ieder geval.